Hoofdstuk 10. Het zandpad dat Halt, Wil en Arnoud volgde, liep min of meer naar het zuidoosten, terwijl de kustlijn zelf dan naar het westen afboog. Daardoor raakten ze vanzelf steeds verder van de kust verwijderd en viel geleidelijk ook de zoute wind weg. Ze begonnen zowaar hier en daar wat bomen te zien. De streek was wild en heuvelachtig, nog steeds grotendeels begroeid met hei en stekelig struikgewas. Het was misschien niet zo aantrekkelijk als het lieflijk groen in het zuiden van Areluen, waar Wil en Arnoud vandaan kwamen, maar toch kon je het een heel eigen schoonheid niet ontzeggen, ongerept en indrukwekkend als het was. Dat gold zelfs voor de bomen die het steeds vaker tegenkwamen. Ze leken zich voortdurend schrap te zetten tegen de elementen, hun wortels breed uitgewaaierd in de zandige bodem, de takken als dik gespierde armen breed uitgespreid. Na een kilometer of wat slaakte Halt ineens een verraste kreet. Hij sprong uit het zadel en bestudeerde iets naast het pad. Achter hem stegen Wil en Arnoud ook af. Ze keken over zijn schouder mee. Halt staarde naar een miniem stukje stof dat aan een scherpe tak was blijven hangen. Wat denk je dat het is, Wil? Stof, antwoordde Wil. Toen Halt hem op zijn geheel eigen wijze aanbleef kijken, besefte hij dat het wel duidelijk was dat het om een stukje stof ging. Zijn oude leermeester verwachtte meer informatie. Hij stak zijn hand uit en voelde aan het kleine lapje, rolde het tussen duim en wijsvinger heen en weer. Het was dun linnen, waarschijnlijk van een hemd of zo, dacht hij. Nou, het lijkt er in elk geval niet op die dikke wollen stoffen van de Scoti, begon hij peinzend. Hij begreep ineens ook waarom dat noordelijke volk koos voor die dikkere, sterkere stof. Met al die stekels om hen heen zou elk dun kledingstuk hier binnen een paar weken aan fladder gescheurd zijn. Dat is al beter, moedigde Halt hem aan. Arnoud keek van een afstandje toe en moest lachen. Halt zou nooit ophouden de jonge grijze jager te overhoren, besefte hij. Wil was voor eeuwig zijn leerling. En Wil, dacht hij meteen daarop, zou dat zonder er verder bij na te denken ook altijd blijven verwachten. Dus, wat kwam er nog meer in je op? Vroeg Halt. Wil keek naar links en naar rechts, het smalle zandpad af, dat zij zojuist bereden hadden. Hij zag duidelijk sporen die aangaven dat behalve hij en zijn vrienden hier kort geleden nog anderen langsgekomen waren. Maar de wind en de regen hadden het haast ondoenlijk gemaakt om te bepalen of het erbij om één grotere groep ging, of dat er meerdere kleinere gezelschappen waren langsgetrokken. Nou, je kunt je afvragen waarom de eigenaar van dit kledingstuk niet gewoon op de weg gebleven is. Waarom zou hij in de bosjes lopen als er een pad is? Halt zei niets, maar zijn lichaamstaal, waarbij hij zich lichtjes naar Wil toeboog en aanmoedigend knikte, vertelde Wil dat hij op het juiste spoor zat. Hij keek weer naar het pad met al die voetafdrukken over elkaar heen. Het pad is hier wel nogal smal, zei hij tenslotte. Je kunt er hoogstens met twee man naast elkaar lopen. De persoon die hier aan de struik bleef haken, althans zijn kleren, werd misschien even de andere opzij geduwd, bijvoorbeeld omdat hij ineens stil bleef staan en de man achter hem botste tegen hem op. Of hij wilde hem inhalen en duwde hem opzij. Dus dat betekent dat we het over een grotere groep mensen hebben. Ik schat meer dan 10, 15 zelfs, zei Halt. De herbergier zei dat Tennyson een stuk of 20 mensen bij zich had, opperde Wil. Halt knikte. En ik denk dat ze ongeveer 2 dagen voorsprong hebben. Wil en Halt kwamen weer overeind. Arnoud schudde bewonderend zijn hoofd. Dat kunnen jullie allemaal afleiden uit een stukje stof dat ik niet eens gezien zou hebben. Halt keek hem dreigend aan. Hij was nog steeds een beetje gepikeerd over wat Arnoud de dag ervoor gezegd had. Kritiek bleef bij Halt altijd een lange tijd hangen. Nee, zei hij streng, we verzinnen maar wat, maar we probeerden het te laten klinken als een logische aanname. Halt bleef even wachten of Arnoud hierop nog zou reageren, maar deze besloot maar wijselijk te zwijgen. Toen gebaarde de oude jager naar het pad. Laten we maar verder rijden dan, zei hij. De wind had de regenwolken van de vorige dag weggeblazen en de hemel straalde schitterend blauw, al was het verder koud. De heidestruiken overal om hen heen leken in het felle zonlicht constant te verkleuren, van donkerbruin tot roodpaars en omgekeerd. Het was maar toeval dat de wil het volgende stukje stof zag hangen. Het waren eigenlijk nauwelijks meer dan een paar draadjes aan een doorn, en dit keer vlak naast het pad. Het was een wonder dat hij het zag, want ze waren paars, precies de kleur van de heide eromheen. Wil gebaarde Arnoud, die achter hem reed, dat hij moest stoppen.
Daarna boog hij zich diep voorover in het zadel en trok de draadjes los uit de stekelstruik. "Halt!" riep hij. De oude jager hield Abelard in en draaide zich in zijn zadel om. Hij tuurde naar de purperen draadjes tussen Wils vingers en begon breed te grijnzen. "Wie kennen wij die dat soort purper dragen?" "De Genovezen," antwoordde Wil. Halt haalde diep adem. "Dus het lijkt er nu toch echt op dat we op het juiste spoor zitten." En een paar kilometer verder volgde een tweede bevestiging. Eerst roken ze het. Het waaide nog steeds te hard om te zeggen dat er rook hing. Die was lang weggeblazen, maar de geur van verbrand hout en riet, gemengd met iets anders, was onmiskenbaar. "Ik ruik een brand," zei Wil. Hij hield trek in, draaide zijn neus alle kanten op en probeerde de oorsprongen van de geuren te bepalen. Hij rook nu echt iets anders ook, iets wat hij eerder geroken had, toen hij het spoor volgde van een van Teddysons roversbende in het zuiden van Hibernia. Het was de geur van verbrand vlees. Nu roken Halt en Arnoud het ook. Wil wisselde een korte blik met zijn leraar uit en zag dat ook de oudere man de geur herkend had. "Kom," zei Halt, en hij dreef Abelard in draf, al wist hij heel goed dat ze te laat zouden komen. De hoeve van de arme boer had een paar honderd meter van het pad gestaan, tussen zijn velden en akkers. Nu, ruim 24 uur nadat het vuur zijn werk had gedaan, zagen ze alleen nog maar een smeulende hoop zwarte rommel. Resten van de dakconstructie hingen schuin tegen een geblakerde muur, omdat de ondersteunende balken waren weggebrand. "Dat reet moet wel flink nat geweest zijn," zei Held, "dat er niet helemaal opgebrand is." Ze waren een paar meter van het uitgebrande huis blijven staan. Het was onmogelijk dat daar nog iemand levend uitgekomen was. En toen zagen ze de lichamen van een man en een vrouw in het lange gras liggen, hun gezichten naar de grond. Er had nog een tweede gebouw gestaan, een eind van de boerderij vandaan. Een schuur of de stal, nam Wil maar aan. Ook dat was op de grond afgebrand. Er stond geen muur meer overeind, alleen lag er her en der nog wat natte stukken riet te smeulen tussen het puin. Trek verzette zich zenuwachtig toen Wil er naartoe wilde rijden. De geur van verbrand vlees was daar veel sterker, te sterk voor het paardje. Wil zag tussen de resten twee zwartgeblakerde vormen liggen. "Koeien," dacht hij. Rustig maar, Trek," fluisterde hij. Het kleine paard schudde onrustig zijn hoofd, als om het zich te verontschuldigen voor zijn reactie. Daarna kromeerde hij wat. Wil steeg af en hoorde Trek diep uit de brede borstkassen waarschuwend grommen. "Rustig maar," zei hij nog eens. "Wie dit op zijn geweten heeft, is al lang weer weg." En al snel werd duidelijk wie dat alles op zijn geweten had. Wil knielde naast het lichaam van de arme boer en trok voorzichtig de wollen deken opzij. Verborgen tussen de plooien van de stugge stof vond hij de instrumenten waarmee de man gedood was. Twee korte kruisboogpijlen, nauwelijks een centimeter van elkaar, diep in de rug van de man gestoken. Er was nauwelijks bloed. Tenminste, een van die pijlen moest de man in zijn hart geraakt hebben, waardoor hij in een klap dood geweest moest zijn. Gelukkig voor hem, dacht Wil. Hij keek op. Halt en Arnoud zaten nog steeds te paard naar hem te kijken. "Kruisboog," zei hij alleen. "Niet een wapen dat de Scoti gebruiken," antwoordde Halt. "Nee, we hebben die pijlen eerder gezien. Ze zijn van die Genovezen. Tennyson is hier geweest." Arnoud keek naar het verdrietige schouwspel om hem heen. Uit zijn ogen straalde afwisselend medelijden, afkeer en woede. Misschien waren de Scoti en hun land Picta formeel vijanden van Araluen, maar dit waren geen soldaten geweest en ook geen rovers die de straf verdienden. Het waren simpele boerenmensen die hun dingen deden, ver weg van alles en iedereen, hard werkend om hun dagelijkse brood te verdienen op dit magere, koude land. "Waarom moest dat nou?" zei hij. "Waarom?" Arnoud was jong, maar hij had al heel wat veldslagen meegemaakt en hij wist dat aan een oorlog en strijd weinig glorie was. Soldaten hadden nog tot op zekere hoogte hun eigen lot in handen. Ze konden doden of gedood worden. Ze kregen de kans om zichzelf te verdedigen. Dit was het meedogenloos afslachten van onschuldige, ongewapende burgers. Halt wees naar een ander stoffelijk overschot, een eindje verderop en half verborgen in het lange gras. Er hing een klein wolkje vlieren boven en een grote kraai wiepte er heen en weer, met zijn grote zwarte snavel af en toe naar beneden pikkend. Het waren de resten van de derde koe van de boer, maar deze was gedood en geslacht. Het vlees hadden ze meegenomen. "Ze moesten te eten hebben," zei hij, en dus pakten ze dat gewoon. En toen de boer protesteerde, schoten ze hem en zijn vrouw dood en staken de boerderij in brand. "Maar waarom dood? Ze konden hem toch ook vastbinden of zo?
Waarom moesten ze dood? Halt haalde zijn schouders op. Ze moesten toch nog een heel eind tot de grens, zei hij. Ik denk dat ze geen getuigen achter wilden laten die de rest van de streek konden waarschuwen. Hij keek met de hand boven zijn ogen in de verte, maar zag nergens een ander teken van bewoning. Ik weet dat er binnen een kilometer of wat nog wel meer van dit soort boerderijtjes zijn. Waarschijnlijk ook een dorpje of een gehucht. Tennyson wil natuurlijk niet dat die mensen hem achterna komen. Tennyson, dat is een vuile moordenaar, zei Arnoud met ingehouden stem. De oudere jager snoof. En daar kom je nu pas achter, zei hij droogjes. Hoofdstuk 11. Halt speurde zorgelijk de horizon af. We kunnen beter maken dat we wegkomen hier, zei hij. Maar intussen was Arnoud ook afgestegen. Nee, Halt, we kunnen die arme mensen hier niet zo laten liggen. Dat kan echt niet, hoor. En hij begon de kleine schop los te maken die standaard bij zijn kampeerrusting hoorde. Halt leunde voorover in zijn zadel en waarschuwde. Arnoud, denk even na. Wil je echt hier staan te graven als dadelijk ineens de vrienden van deze mensen opduiken? Ik ben bang dat ze niet geduldig zullen luisteren naar jouw ingewikkelde uitleg van de situatie. Of denk je van wel? Maar Arnoud liep al speurend rond of er ergens een plekje was om de boer en de boerin een passend graf te geven. Dat zal allemaal wel, Halt, maar ik vind dat we die mensen nergens moeten begraven. We kunnen ze niet zomaar laten liggen. Als ze in de buurt vrienden hebben, dan zullen die ons heus dankbaar zijn dat we die kleine moeite genomen hebben. Ik ben bang dat je die Scotie te hoog ingeschat had dan, zei Halt. Maar hij zag wel in dat Arnoud niet van gedachten zou kunnen veranderen. Wil had ook wel zijn schop gepakt. Hij keek op naar Halt. Overigens, als we de lijken niet begraven, dan trekken ze steeds meer kraaien aan en raven en zo. En juist dat trekt dan misschien de aandacht van die kennissen of vrienden van die arme mensen. En wat zijn jullie daarmee van plan? Vroeg Halt, wijzen naar de geslachte koe. Dat trekken we de ruïne van de schuur in en dan gooien we er wel van het natte riet van het dak overheen. Halt zuchtte en gaf het op. Natuurlijk had Arnoud ergens ook wel gelijk. Het was alleen maar netjes en beschaafd om die mensen een laatste rustplaats te gunnen. Dat was wat hen onderscheidde van gespuisd als Tennyson. En wat Wil zei was ook waar. Misschien, dacht Halt, ben ik op mijn oude dag een beetje te gevoelloos en pragmatisch aan het worden. Hij liet zich ook uit het zadel glijden, pakte zijn eigen schep en begon te helpen. Ik ben te oud om nog te veranderen in een heilig boontje, klaagde hij. Je hebt een slechte invloed op me, Arnoud. Ze wikkelden de twee lijken in hun stugge geruite dekenmantels en legden hen naast elkaar in een ondiep graf. Terwijl Wil en Arnoud het gat weer dichtgooiden, pakte Halt een stuk touw uit zijn zadeltas en trok met Abelard samen het karkas van de koe midden in de ruïne van de stal. Daarna trok en duwde hij wat dikke plukken riet over de bloedige geresten. De andere twee beesten waren zo verbrand dat er voor lijkenpikkers weinig meer te halen viel. Arnoud sloeg de aarde plat en ging staan terwijl hij over zijn onderrug wreef. De hilderige schepjes zijn veel te kort voor een normale krijger, zei hij. Hij keek ze met gezel even aan. Moeten we nog iets officieels zeggen, vinden jullie? Nou, horen doen ze ons toch niet meer, mopperde Halt. Nog en wees met zijn duim naar de wachtende rijdieren. Laten we nu maar weer opstijgen en vertrekken. We hebben Tennyson al veel te veel voorsprong gegeven. Arnoud knikte. Daar had Halt natuurlijk ook gelijk in. Bovendien zou het maar pijnlijk zijn om een paar woorden te zeggen over mensen voor wie hij niet eens de naam wist. Halt wachtte geduldig tot zijn twee metgezellen weer in het zadel zaten. Laten we maar voortmaken, zei hij, terwijl hij het hoofd van Abelard in zuidelijke richting trok. We moeten heel wat uren goedmaken. De rest van de dag lieten ze de paarden draven. Trek en Abelard konden het tempo als het moest dagen volhouden. Schopper had minder uithoudingsvermogen, maar hoefde zich door zijn veel langere benen niet zo in te spannen als de twee ponies. Het was die ochtend nog helder geweest, maar nu was de hemel bedekt met grauwe wolken die vanuit het westen binnen waren komen zeilen. Halt snoof de lucht op met opengesperde neusgaten. Ik denk dat het vanavond weer gaat regenen, zei hij. Ik hoop dat we dan al in die pas zijn. Waarom? Wilde Wil weten. Grotten, antwoordde Halt kortaf. Het zit daar vol grotten en ik slaap liever in een warm droog hol dan nog een nacht in die druilerige Pictaregen te moeten liggen. Toen het donker viel, bereikten ze inderdaad de voet van de eenraafpas. Eerst hadden Wil en Arnoud er niet eens in de gaten. Ze leken over een heuvel recht op een bergwand af te rijden, maar ineens maakte de weg een bocht naar links en reden ze in een kloof. Voorzichtig gingen ze verder. De hoefslag van hun paarden weer kaatste van de rotswanden naast hen. De eerste 50 meter bleef de kloof smal,
maar daarna weken de wanden 30 of 40 meter uit elkaar. Maar het ging wel stijl omhoog en de bodem was ongelijk en vol losse stenen. De schaduwen waren inmiddels ook aardig donker geworden en nadat Schobber een paar keer flink gestruikeld was, stak Halt zijn hand op. Laten we hier dan maar kamperen, stelde hij voor. Straks breekt een van de paarden nog een been en dat kunnen we nu helemaal niet hebben. Wil zocht ingespannen de duistere rotswanden af. Ik zie alleen nergens een warme, droge grot waar je het over had, zei hij. Halt klakte geërgerd met zijn tong. Volgens mijn kaart moeten die er wel anders zijn. Hij wees in de verte. Daar is in elk geval een overhangende rots. Daar moeten we het maar vannacht mee doen. Inderdaad stak de rotswand daar een paar meter naar voren, waardoor een soort afdak ontstaan was. Het was geen grot, maar het zou in ieder geval enige bescherming bieden tegen een plensbui, besloot Wil. Ze maakten hun spullen los van achter hun zadels. Wil en Arnoud hadden allebei wat droog hout meegenomen van de laatste overnachtingsplaats en had besloten dat ze een vuurtje wel konden riskeren. Ze hadden het koud en hun humeur was niet al te best meer. Voor je het wist zouden ze elkaar in de haren vliegen. Dus waren een vuurtje, wat eten en een bak koffie geboden. Je had natuurlijk altijd de kans dat iemand het vuur zou opmerken, maar aan de andere kant krommelde de pas zo dat die kans niet zo heel zo groot was. Tot dusverre was er ook geen enkele aanwijzing dat iemand achter hen aan zat. En als er al iemand was, dat betekende oneffen bodem voor dit lui een even groot risico. Dus zouden ze zelf ook niet in het donker verder durven te gaan. Alles bij elkaar wogen de voors van een vuur heel goed op tegen de tegens. Ze gingen vroeg slapen, nadat ze de smeulende resten van het vuur zorgvuldig met zand bedekt hadden. Even een vuurtje om koffie te zetten en eten op te warmen was één ding. De hele nacht een vuur te laten branden, dat hun aanwezigheid van verre zou signaleren, dat was andere koek. Arnoud bood aan de eerste wacht op zich te nemen en Wil en Halt accepteerden dat aanbod maar al te graag. Wil werd uit een diepe en droomloze slaap gewekt door de hand van Arnoud op zijn schouder. Even voor hij zich verwilderd af waar hij was en waarom er een scherpe steen in zijn heup prikte, dwars door de dekenzak heen. Toen wist hij het weer. Is het mijn beurt al? Mimmelde hij. Maar Arnoud bleef even boven hem gehurkt zitten en hield zijn wijsvinger voor zijn lippen om hem tot stilte te manen. Luister, fluisterde hij. En het draaide zijn hoofd zo dat hij verder de kloof in kon kijken. Wil gaapte, haalde zijn verstopte neus op en kwam op één elleboog half overeind. Er klonk een lange, schorre kreet door de kloof, echoend van de ene bergwand naar de andere, nog lang nadat de oorspronkelijke schreeuw geklonken had. Wil kreeg kippenvel over zijn hele rug. Het klonk als groot verdriet, als een haperende, schorre kreet van smartelijk lijden. Wat kan dat zijn hemelsnaam zijn? Fluisterde hij terug. Arnoud schudde zijn hoofd. Hij wist het ook niet. Daarna probeerde hij weer te luisteren, zijn hoofd een beetje schuin. Dat was al de derde keer. De eerste twee keer klonk het zo zacht dat ik niet zeker wist of ik het echt wel gehoord had, maar het komt dichterbij. Toen kwam de kreet weer, maar nu uit een andere richting. De eerste die hij hoorde kwam van verder in de pas, dacht Wil, maar nu klonk het geschreeuw van achter hen, van ergens waar ze langs gekomen moesten zijn. Ineens herkende hij het geluid. Het is een raaf, fluisterde hij, de raaf van de eenraafpas. Maar die andere was daar ginds, begon Arnoud. Hij wees naar het zuiden. Onzeker geworden draaide hij zich om in de richting van waar de eerste kreet geklonken had. Er moeten er twee raven zijn. Of het is er maar één die ver boven ons heen en weer vliegt. Denk je? Vroeg Arnoud. En hij was voor de duivel niet bang, maar hier te zitten in deze pikdonkere kloof in een onbekend gebergte en te moeten luisteren naar het vreselijke droevige geluid, daar gingen al zijn haren van overeind staan. Uit de stapel dekens die Halt bedekte, klonk een klagelijke stem. Ik heb altijd begrepen dat raven vogels waren en vogels vliegen rond, klonk het kreunend en steunend. Willen jullie een oude man alsjeblieft rustig laten slapen? Het spijt me, Halt, zei Arnoud beschaamd en enigszins verlegen. Hij gaf Wil een schouderklopje. Ga jij ook maar weer slapen, ik moet nog een uur. Wil ging weer liggen. En meteen klonk het krassende geluid opnieuw, weer uit een andere richting. Ja, zei Arnoud in zichzelf, vast een raaf, gewoon een raaf die heen en weer vliegt, precies, dat moet het wel wezen. Ik waarschuw niet nog een keer, klonk het uit de dekens van Halt. Arnoud opende zijn mond al om zich nog eens te verontschuldigen, maar besloot dat maar beter te laten. De raaf bleef de hele nacht door zijn droevig lied te horen brengen. Wil nam de wacht over van Arnoud en maakte een paar uur voor zonsopgang Halt wakker.
Toen de hemel boven de hoge rotswanden lichter begon te worden, hield de raaf geleidelijk op. Ik begon hem zowaar te missen, onze vriend, nu hij niet meer zijn droeve liedje zingt, zei Arnoud, terwijl hij met zijn laarzen zand over het ontbijtvuurtje schoof. Nou, gisteravond kon je hem anders missen als kiespijn, grijnsde Wil. Hij sperde zijn ogen wijd open en zwaaide zijn armen in de rondte, alsof hij doodse benauwd voor iets was. O, Wil, help! Een grote boze raaf probeer me te razen te nemen. Arnoud schudde beschaamd het hoofd. Ik was best een beetje geschrokken, ja. Maar dat kwam omdat ik niet wist wat het was eerst. Nou, gelukkig stond ik weer klaar om je te beschermen, zei Wil tevreden. Halt was bezig zijn spullen op te rollen en op te bergen. Hij vond het Wil nu overdrijf. Weet je, zei hij, vlak nadat hij de eerste keer de raaf hoorde, hebben Arnoud en ik nog iets raars gehoord, iets dat knetterde. Wil keek hem verbaasd aan. O ja, wat dan? Ik weet van niets. Nou, ik wel. Het was jouw hoofdhaar dat recht overeind stond en kwamen allemaal angstvonkjes af. Arnoud schoot in de lach en Halt verwende hem met een van zijn bijzondere zeldzame glimlachjes. Wil draaide zich om en begon met rode wangen zijn eigen spullen bij elkaar te rapen. Haha, leuk hoor, wat een grap, mompelde hij. Maar hij verbaasde zich dat de oude jager dat van onder zijn stapel dekens had kunnen zien in het stikdonker. Ze reden verder omhoog door de pas, na een tijdje tegen het pad niet meer, daarna begon het zelfs weer te dalen. Een uur of zo na een vertrek wees Halt op een constructie van platte stenen die aan de oostkant van het pad stond. Daar helde onze vriend raaf om, zei hij ernstig. Ze reden er naartoe om de stenen beter te bekijken. Van dichtbij had het iets weg van een altaar. Het zag er heel oud uit en op de rotswand erachter stond een vage inscriptie, nauwelijks nog leesbaar na eeuwen voor wind en regen. Een gedenkteken voor hen die hier vielen, zei Halt. Wil boog zich voorover om de kerf te bestuderen. Wat staat er eigenlijk? Halt trok zijn schouders op. Het is nauwelijks te lezen, zo verweerd is het al. Bovendien kan ik geen Scotische rune lezen. Ik denk het verhaal van de hinderlaag en de daaropvolgende veldslag. Hij wees naar links en naar rechts, waar de steile rotswanden weer hoog oprezen. De kloof was hier weer nauwer geworden en nauwelijks 20 meter breed. Daarboven, zie je dat, daar heb je allemaal riggels. Daar had de vijand zijn boogschutters geposteerd. En toen die Scoten hier dicht op elkaar moesten lopen, begonnen ze te schieten met pijlen en ze gooiden ook rotsblokken en speren naar beneden. De soldaten van de Scoten liepen elkaar vreselijk in de weg, terwijl ze achteruit probeerden te vluchten. En terwijl ze zo over elkaar heen buitelden en hopeloos in verwarring waren, kwamen daar de cavalerie de bocht om en viel hen meedogenloos aan. Zijn twee jonge vrienden luisterden geboeid naar zijn verhaal, hun hoofden meedraaiend met zijn wijzende arm. Zo jong als ze waren, hadden ze allebei heel wat veldslagen meegemaakt en ze konden zich heel goed voorstellen wat de slagpartij dat geweest moest zijn, lang geleden. Wie waren dat dan, Halt? Vroeg Arnoud. Hij sprak als vanzelf met gedempte stem, uit eerbied voor de dappere krijgers die hier als ratten in de val gesneuveld waren. Halt staarde hem aan, alsof hij de vraag niet begrepen had. Dus legde Arnoud het uit. Wie was die vijand van de Scoti? Wij, wie anders? Antwoordde Halt kortaf. Aan Gluwen, het is niet van de laatste tijd dat we elkaars vijand zijn, dacht je dat? Dat zijn we al eeuwen. Juist daarom wil ik eigenlijk weg uit Picta, hoe eerder hoe liever, wat mij betreft. En dat was een duidelijke hint, dus gaven de twee jonge mannen hun rijdieren de sporen en reden hun oude mentor achterna, in zuidelijke richting. Arnoud keek nog een paar keer om naar het kleine monument, maar al snel verdween het uit zicht. Een uur later vonden ze een tweede set sporen. Hoofdstuk 12. Halt en Wil bleven steeds gespitst op de mogelijke sporen die Tennyson en zijn trawanten hadden achtergelaten. Ze zagen dan ook beide tegelijk dat er ineens een nieuw spoor bijgekomen was. Halt, begon Wil, maar de oude jager knikte al. Ik heb het ook gezien. Hij hield Abelard in en ook Schopper en Trek bleven staan. De twee grijze jagers lieten zich uit het zadel glijden en bestudeerden de aanwijzingen die de nieuwkomers hadden achtergelaten. Arnoud merkte dat hij zich zorgen maakte en trok zijn zwaardschede open. Hij had 1000 vragen, maar durfde ze niet te stellen. Hij wist dat ze die afleiding nu niet konden gebruiken. Zodra ze zich een oordeel hadden gevormd over wat er gebeurd was, zouden ze het hem vanzelf wel vertellen. Wil keek achterom langs het pad. Een meter of wat eerder waren ze een andere kloof gepasseerd, een smalle spleet in de rotswand links van hen. Blijkbaar liep ook daar een pad de bergen uit naar Areluen. Ze waren er glad voorbij gereden, zonder dat het hun opgevallen was.
Ze waren al meer van die zijkloven en spleten gepasseerd, maar hadden er nooit bijzondere aandacht aan besteed. De meesten liepen immers na een meter of 20-30 dood tegen een steile bergwand, maar deze was anders. Alles wees erop dat er mensen uit die kloof waren gekomen en Tennyson achterna waren gegaan, of althans diezelfde kant op. Will holde terug en verdween een paar minuten in de smalle spleet. Anders slaakte een zucht van verlichting toen hij weer tevoorschijn kwam. Hij voelde maar niet zoals zijn vriend daar ineens door de berg opgeslokt leek te zijn. Trek trouwens ook niet, merkte hij. Het kleine paard had nerveus wat heen en weer staan drentelen en sloeg met zijn hoef op de rotsige bodem toen hij zijn baasje weer terug zag komen. Nou, ze zijn inderdaad eruit gekomen, zei hij en wees met zijn duim achterom. Die kloof loopt niet dood. Ik ben er wel 100 meter ingelopen, maar hij ging gewoon verder en hij werd ook steeds breder. Halt krabde nadenkend in zijn baard. Er moeten natuurlijk nog veel meer zijpaden zijn die uitkomen op de pas. Hij bestudeerde nog eens de grond voor hem en beet op zijn lip. Arnoud besloot dat zijn kameraden lang genoeg hadden kunnen nadenken. Wie of wat zijn het, denken jullie? Halt gaf niet meteen antwoord. Hij keek naar Will. Wat denk jij? De tijd was al lang voorbij dat Will op een dergelijke vraag van Halt meteen een antwoord klaar had. Beter precies dan snel, wist hij, als het ging om antwoorden. Ging op één knie naast het spoor zitten en volgde met zijn wijsvinger de indruk in het zand. Hij keek naar links en rechts en volgde de vage voetafdrukken. Ze hebben allemaal grote voeten, zei hij toen, en ze hebben best een diep spoor achtergelaten, terwijl de grond toch aardig hard is hier. Dus in ieder geval zijn het geen dwergen. Ja en? Drong Halt aan. Het zijn mannen, ik zie tenminste geen kleine voeten. Ze hebben geen vrouwen en kinderen bij zich, dus ga ik er maar vanuit dat het een groep krijgers is. Die Tennyson achtervolgt, vroeg Arnoud, die nog steeds de verbrande boerderij voor zijn ogen had. Nu was het Will die op zijn lip beet. Hij keek naar Halt, maar die gebaarde dat hij door moest gaan op de ingeslagen weg. Misschien, zei hij. In elk geval kwamen ze hier langs, na Tennyson en zijn bende. Je kon duidelijk zien dat hun voetsporen over die van de eerdere groep lopen. En ze zijn verser ook, die sporen. Ik denk niet ouder dan van vanmorgen vroeg. Nou, ik hoop dat ze hem te pakken krijgen, zei Arnoud. Wat hem betrof was het een fraaie oplossing als een groep op wraak beluste Scotty Tennyson en zijn buitenstaanders zou opruimen. Ik zei hem misschien, herhaalde Will nog eens. Als ze Tennyson achterna zitten, waarom kwamen ze uit het oosten, uit het binnenland? Hij wees naar de zijkloof. Als iemand achter Tennyson en zijn mannen aanzat, dat hij gezien had wat ze aangericht hadden, dan was hij toch ook rechtstreeks over de grote weg gekomen uit het noorden, net als wij. Misschien is er een snellere route, opperde Arnoud. Maar Will schudde al van nee. Die kloof kronkelt alle kanten op. Dat kan nooit een kortere weg zijn. Volgens mij komt dat pad ergens anders vandaan. Ergens oostelijk van hier. Hij keek naar Halt of hij het met hem eens was. De oude jager knikte. Dat denk ik ook, zei hij. Dus dan is het puur toeval dat we hun pad kruisen. Het zit er dik in dat die mannen helemaal niet weten dat Tennyson voor hen uittrekt. Ze kunnen toch ook de sporen zien, merkte Arnoud op. En hij wees vaag naar de steenachtige bodem. Halt veroorloofde zich een zuinige glimlach. Kun jij ze zien dan? Vroeg hij. Arnoud moest toegeven dat hij hem, als de grijze jagers hem niet gewezen hadden waar hij moest kijken, niets bijzonders opgevallen zou zijn. Scotty staan nou niet direct bekend als grote spoorzoekers, besloot Halt. Hij gebaarde dat ze weer op moesten stijgen en gaf zelf het voorbeeld. Maar als ze niet achter Tennyson aanzitten, wat moeten ze dan hier? Ging Arnoud verder. Het meest waarschijnlijke is dat het een bende rovers is die van plan is om vee te stelen aan Gluwen. Er zijn hier een paar dorpjes vlak bij de grens. Misschien gaan ze daarheen. En dan, vroeg nu Will, dan moeten wij hen van het onzalige idee afzien te brengen, antwoordde Halt. Hij keek Will strak aan en het komt wel heel ongelukkig uit nu. Wat de Scotty van plan waren werd al snel duidelijk nadat ze de eenravenpas achter zich gelaten hadden en de grens met Gluwen waren gepasseerd. De groep van Tennyson boog even af naar het oosten, maar bleef in zuidelijke richting verder gaan. De Scotty daarentegen sloegen bij de eerste de beste gelegenheid naar het zuidwesten af, een route die bijna haaks op die van de buitenstaande stond. Halt zuchtte vermoeid toen hij de sporen op de splitsing zag. Aarzelend keek hij naar het zuidoosten, maar besloot toen toch Abelard's hoofd naar het westen te trekken. We kunnen die mannen niet zomaar hun gang laten gaan, zei hij. We moeten eerst met hen afrekenen. En dan kunnen we daarna wel weer Tennyson opsporen. Kunnen die mensen hier niet hun eigen boontjes stoppen dan? Merkte Will op. Hij vond het maar niks om de jacht op Tennyson op te geven, alleen maar vanwege een paar gestolen koeien.
maar Halt was onverbiddelijk. Het is een grotere roverswil en ik wil een man of 15 en zwaar bewapend. Straks zoeken ze een kleine boerderij uit waar hoogstens 2 of 3 man verzet kunnen bieden. En dan vermoorden ze de mannen, steken de huizen en schuren in brand, net als Tennyson, en roven al het vee mee. En waarschijnlijk nemen ze de vrouwen en kinderen ook mee als slaven als hun dat zo uitkomt. En als hun dat niet uitkomt, vroeg Arnoud, dan vermoorden ze die ook. Wil je dat gewoon laten gebeuren? Beide jonge mannen schudden heftig van nee. Beide zagen ze de scène in Picta nog haarscherp voor zich. En achteraan dan maar, zei Wil grimmig. Omdat ze te paard waren, haalden ze de Scotie snel in. Het landschap aan deze kant van de grens veranderde in al gauw, reden ze door dichte bossen. Halt riep Wil bij zich. Raad Jim maar vooruit, zei hij. Ik wil niet onverwacht op hun achterhoede botsen. Wil knikte dat hij het begrepen had en dreef trek in een snellere draf. Paard en ruiter verdwenen in de mist die inmiddels tussen de bomen hing. Halt vertrouwde blind op Wil. Hij wist dat hij de Scotie zou vinden, zonder dat ze hem zagen of hoorden. Daarin waren Trek en hij getraind, in tegenstelling tot Arnoud en Schopper. Waarom laten ze hem eigenlijk alleen vooruit gaan, vroeg eerstgenoemde, een paar minuten nadat zijn vriend uit het zicht verdwenen was? Met z'n drieën zouden we 4 keer zoveel lawaai maken als hij in zijn eentje, antwoordde Halt. Arnoud fronste zijn wenkbrauwen. Die rekensom kon hij zo gauw niet volgen. Maar waarom zouden we met z'n drieën niet 3 keer zoveel lawaai maken? Wil en Trek maken bijna geen lawaai. Abelard en ik ook niet. Maar jij en die wandelende aardbeving van je, die je altijd paard noemt. Hij wees naar Schopper en deed er verder het zwijgen toe. Arnold was beledigd door dit commentaar op zijn trouwe Ros. Hij was erg dol op Schopper. Nou, overdrijf je Halt, protesteerde hij. Hij kan er trouwens niets aan doen. Schopper heeft nooit geleerd om als een kat door het bocht te sluipen, zoals die ponies van jullie. Zijn stem stierf weg en het besef dat hij zojuist eigenlijk Halts oordeel bevestigd had. De grijze jager keek hem aan met zijn hoofd scheef en opgetrokken wenkbrauwen. Soms, overwoog Halt, kon je met opengesperde ogen en een raar hoge wenkbrauw meer sarcasme uitstralen dan wat welk venijnige woord ook. Natuurlijk begreep Halt heus wel dat Arnoud gewoon bezorgd was om zijn vriend. Eigenlijk moest hij hem geruststellen, besloot hij, maar dat kon nog wel even wachten. Hij was blij dat hij de jonge krijger weer eens kon plagen. Hij was net als vroeger, dacht hij, en keek ineens stuurs voor zich uit. Niet sentimenteel voor de oude man. Wil loopt heus niet in zeer besloten tegelijk, zei hij snel. Maak je maar geen zorgen. Een uur later ging Abelards hoofd ineens omhoog en brieste hij kort. Een paar tijden later kwamen Wil en Trek in lichte draf uit de mistflarden op en afgereden. Inderdaad, de jagerspaardjes waren erg lichtvoetig, als je dat van een paard kon zeggen, dacht Arnoud. De hoeven van Trek maakten nauwelijks geluid op het zand van het bospad. Wil bleef voor hen staan. Ze hebben verderop Halt gehouden, rapporteerde hij. 2 kilometer verderop, daar hebben ze hun kamp opgeslagen. Ze hebben eerst wat gegeten en nu liggen de meesten te slapen. Ze hebben natuurlijk wel wachtposten uitgezet. Halt knikte. Hij keek naar de stand van de zon. Ze hebben de hele dag een flink tempo aangehouden, zei hij. Waarschijnlijk rusten ze nu een uur of wat voordat ze gaan aanvallen. Heb je gezien of daar in de buurt een boerderij of zo staat? Wil schudde van nee. Ik ben nog niet verder gereden, Halt. Ik dacht dat ik je dit eerst beter kon vertellen dat ze gestopt zijn. Halt gebaarde dat hij zich niet hoefde te verontschuldigen. Geef niet, zei hij. Die boerderij is er vast wel. Daar gaan ze straks natuurlijk heen. Ze zullen aanvallen als de schemer valt in de late namiddag. Hoe weet je dat? Vroeg Arnoud. Halt keek hem aan. Zo werken ze altijd, zei hij. Dan is er nog net genoeg licht, maar te weinig voor de boeren om goed te zien wat er gebeurt. Ze worden compleet verrast en raken in paniek. En tegen de tijd dat die Scotier dan met hun geroofde vee vandoor gaan, is het intussen te donker om hen te achtervolgen. Dan hebben ze de hele nacht terug te lopen naar Picta. Ja, dat klinkt logisch, zei Arnoud. Oh, ze zijn er inmiddels heel goed in. Neem dat maar van me aan, merkte Halt op. Ze hebben 100 jaren ervaring. Hoe pakken we het aan, Halt? Vroeg Wil. De oudere grijze jager dacht even na voor hij antwoord gaf. Daarna zei hij halve zichzelf, in dit bos kunnen we ze niet een voor een neerhalen zoals toen in Krijkennis. In Hibernia hadden Wil en hij een soort gelijke groep rovers van een afstand kunnen decimeren. En het laatste wat we willen is dat we van man tot man moeten gaan vechten. En keek Wil aan. Met zoveel zijn ze? 17, antwoordde de jonge jager. Hij had zich duidelijk grondig op Halts vraag voorbereid. Halt streek over zijn ruwe baard. 17. En waarschijnlijk zijn er op die boerderij hoogstens 2, 3 of 4 volwassen mannen. Meer zeker niet.
Als we maar eenmaal binnen het gebouw zitten, dan kunnen we ze met z'n drieën wel tegenhouden, lijkt mij, dacht Arnoud hardop. Arnoud keek hem aan. Dat mag zo zijn, Arnoud, maar als ze even volhouden, en de Scoti zijn een bijzonder vasthoudend volkje, dan zitten we daar voor je het weet een paar dagen vast, en dan wordt de voorsprong van Tennis Tennisom erg groot. Nee, zei hij, besluitnemend, ik wil niet ze alleen maar tegenhouden, ik wil ze naar hun eigen land terugjagen. De twee jongere mannen keken hem vol verwachting aan. Ze waren benieuwd wat de oudere man voor plan was, en hij liet zich niet te lang wachten. Ik stel voor dat we om het kamp van de Scoti heen trekken en daar op hem wachten. Ik wil weten welke kansen opgaan. Kun je ons de weg wijzen, Wil? Wil knikte en liet Trek omdraaien. Hij reed het bos weer in, maar Halt riep hem terug. Wacht even. Hij draaide zich om in zijn zadel en rommelde even zijn zadeltassen. Daarna haalde hij een bruin met grijs kledingstuk tevoorschijn. Hij gaf het aan Arnoud. Trek jij dit maar aan, Arnoud, dan val je minder op. Arnoud nam het aan en vouwde het open. Het was een camouflagemantel, net zo een als de grijze jagers droegen. Misschien zit hij wat strak, het is mijn reserve, merkte Halt op. Arnoud sloeg opgewonden de mantel om zijn schouders. Misschien was hij bedoeld voor Halt, maar de jagersmantels vielen ruim, dus dat ging best. Hij was alleen te kort, maar omdat hij op zijn paard zat, gaf dat niets. Oh leuk, ik heb altijd als een toverjas willen hebben, zei hij grijnzend. Hij trok de grote kap diep over zijn hoofd, zodat zijn gezicht niet langer zichtbaar was in de schaduw. Daarna trok hij de mantel voor zijn borst dicht. Ben ik nu ook onzichtbaar? Vroeg hij.